De agent die naar binnen ging, die heeft de voordeur open gedaan en daar lag ze in de gang. Achter de eigen voordeur. Ik was in de Schouwburg. En ze stond op mijn voicemail van, Sil, ik heb Diana gevonden, ze is dood. Wat was het voor kind? Een heel lief kind, een heel vrolijk kind. Met heel veel fantasie. En al heel vroeg werd duidelijk dat ze heel goed kon tekenen. Ze zat ook altijd te tekenen. En ja, ze deed vreselijk de best op school. En nou, het was gewoon een schatje. Wel een apart meisje. Heel bijzonder, ja. Bijzonder kind. Heel gevoelig als klein meisje. En ja, wel een schatje. Ja, ze is heel kunstzinnig en ook bijna een kunstenaar geworden. En ze heeft een heel groot hart, zeg maar. Maar hier in het Westen was in die tijd, toen zij afgestuurd was, geen werk of nauwelijks werk. En zodoende is ze uiteindelijk in Oldenzaal terechtgekomen. Omdat ze daar haar wel konden aannemen en een baan konden bieden. Daar heeft ze heel lang gewerkt. We hadden telefonisch contact en ze kwam af en toe naar... En als ze naar het Westen kwam, kwam ze ook wel hier. Dus, maar we hadden niet echt een heel innig contact. Dat was vooral met mijn moeder. Ja. En Diana heeft heel lang alleen met mijn moeder in Amsterdam gewoond. En toen ze eenmaal naar de andere kant van het land verhuisde, hadden ze wel heel veel telefonisch contact. Ze had beloofd aan mijn moeder dat ze dinsdag naar Amsterdam zou komen. En mijn moeder had dus maandags gebeld en dinsdags gebeld en woensdags en donderdags. En kreeg geen gehoor. Dus ik ben op die vrijdag van de laatste vakantiedag naar Oldenzaal gereden. En ja, en daar was alles donker toen ik daar aankwam om 7:00 s'avonds. Ik heb toen eigenlijk eerst bij de buren in de buurt gevraagd of ze Diana gezien hadden afgelopen week. Nou, een aantal mensen heb ik gesproken en die zeiden nee, eigenlijk niet. En toen dacht ik, nou, dat is foutenboel. Toen ben ik naar de politie gegaan en die zijn met mij terug naar haar huis gegaan en zijn naar binnen gegaan. Ja. De agent die naar binnen ging, die heeft de voordeur open gedaan en toen ben ik wel meteen de gang ingestoven, wat eigenlijk helemaal niet mocht, achteraf gezien. Want daar lag ze in de gang, achter de eigen voordeur. Dus ja, je kon ook door haar ramen niet zien wat er gebeurd was. Je verwacht het natuurlijk niet en je wil het ook niet zien. Maar ja, het ging allemaal zo snel en ik stond ook zo snel weer buiten. En toen vertelde die agenten me, dat was een jonge vrouw, dat ze bij Diana in de klas had gezeten. En toen had ik nog bijna medelijden met haar. Je weet ook niet wat je voelen moet. Het is zo onwezenlijk. Ik was in de Schouwburg. En ze stond op mijn voicemail van, Sil, ik heb Diana gevonden, ze is dood. Nou, dat was natuurlijk echt heel onwerkelijk eigenlijk. Maar zij was waarschijnlijk in shock, vandaar die zakelijke mededeling. Ja, heel emotioneel. Hè? Van, hè, dat kan niet. En nou ja, we hadden nog bezoek en iedereen stond op tilt eigenlijk. Dat was echt verschrikkelijk. Ja. Ik denk dat ze heeft opengedaan voor iemand die ze kende. En dat hij misschien onder invloed van drugs of alcohol of weet ik veel wat
ja, dat zijn gissingen hoor, maar dat denk ik. Dat zij heeft geprobeerd van ga dan weg, ga dan maar weg. Hier heb je een tientje voor de taxi. En dat hij toen, hij of zij, ik denk, door het lint gegaan is en heel impulsief op erin heeft staan steken. Waardoor ze uiteindelijk is vermoord. Ik heb nog steeds moeite om dat woord uit mijn mond te krijgen, vermoord. Dat, ik zeg ook altijd, mijn zus is overleden of die is er niet meer of... Nou, ze was heel erg gecharmeerd van de Afrikaanse cultuur ook. De muziek. En daarom ging ze ook op djembe les en het dansen. Dat was wat haar aansprak. Ze was te goed van vertrouwen. Ik denk, te lief kun je nooit zijn. Het was een zachte ziel, maar ook onverschrokken. Dus ook al gauw niet bang voor of niet berekend op eventueel gevaar. En misschien is dat haar noodlottig geworden, dat zou best kunnen. Want ze had een groot vertrouwen in mensen. Ja. Het zal ongetwijfeld in de bekende kring geweest zijn, want ze heeft zelf open gedaan. Althans, dat is wat ik ervan begrepen heb. Dus dan is het wel een bekende geweest, maar hoe bekend, dat weet ik niet. Nee, zo'n contact had ik ook eigenlijk niet. Het was toch een lange afstand en het telefoontje dat je elkaar zag was heel sporadisch. En de telefoontjes waren ook niet echt wekelijks of zo bij ons. Niet eens maandelijks. Soms sprak ik er 3 maanden niet of zo. Ja, je hebt allemaal zo je eigen leven en je eigen richting. En af en toe was er dan contact en dan was het wel oké, maar meer dan dat was het niet. Ik zie steeds jongens, maar dat zijn er zeker wel 6. En wat ik hier ook voel aan die muur is dit echt. Gadverdarrie. Maar die man die kwam er niet al te vaak hoor. Het is net of dat een bekende was. Ja, dan zit je nog zo in je verdriet dat je alles wil aangrijpen om te proberen om helderheid te krijgen. En niet zozeer om een verdachte aan te houden of een schuldige aan te houden, maar van waarom is dit gebeurd? Waarom doet iemand zoiets bij zo'n lief mens? Dat vooral. Achteraf denk ik, nou, misschien was het niet zo'n... Niet zo'n handige actie, maar je draait het toch niet terug, dus... Nou ja, je weet nooit waar dat goed voor is. En misschien is er inderdaad iemand die nu wel iets loslaat wat ze toen niet wilde om privéredenen of wat voor redenen dan ook, dat weet ik niet. Maar als het helpt, dan is het oké. Weet je, dat is ook zoals ik erin sta. Het zou mooi zijn als er helderheid kwam, want doordat er geen helderheid is, doordat je nooit weet waardoor dit nou is moeten gebeuren, blijft het altijd even vers. Als je verdriet hebt over het verlies van iemand, dan verandert dat in de loop der tijd. Maar dat niet weten, dat verandert nooit. En dat betekent dat je het altijd weer opnieuw beleeft. Maar ik weet ook niet of het ons iets gaat veranderen als we wel weten hoe het zit.